Door heel Nederland zijn wij op zoek naar waterbazen. En ik ben benieuwd waar die nu eigenlijk wonen. Ik ga het hier even proberen. Hallo, zijn jullie waterbazen? Ik heb een paar vragen, mag ik binnenkomen? Yes, top. Ik zie hier een pan staan, waarschijnlijk leftovers van gisteravond. Wat doe je hierna met die pan? Doe jij dan heet water, sop en boenen? Of doe je het vet eruit met een keukenpapier en dan door de gootsteen? Is het pan af laten koelen, dan heet water erbij en sop erin. Fout. Jij ziet eruit alsof jij heel lang onder de douche staat met shampoos en conditioners en dingen, toch? Ja, onwijs. Nee, dat valt echt reuze mee. Heb je enig idee wat er bijvoorbeeld in jouw shampoo zit? Zeep. Dat sowieso, maar er zitten onder andere ook microplastics in. En dat willen we natuurlijk niet in het milieu hebben en ook niet in je haar. Hier is onze wc. Stel, je hebt een maandverband of tampons of condooms. Wat doe je er dan mee? In de prullenbak gooien, net als iedereen, denk ik. Wat groeit er in je tuin of je balkon? Is dat tegels en bierkratten? Of is dat onkruid en ander groen? Nou, we kunnen het denk meteen al zien. Ik wil wel bierkratten groeien, op zich. Maar groeit bij ons, groeit gras. Je hebt het gezien, zij zijn echte waterbazen. Wil jij nou ook weten of jij een waterbaas bent? Doe dan even de waterbaascheck online. Succes!